De Groene Loper vroeg voor NL Doet subsidie aan bij het Oranje Fonds voor 13 groene projecten. Mirjam ten Velde, NL Doet en De Groene Loper, toch een gelukkig huwelijk, hè? Ja, dat is een gelukkig huwelijk, zeker. Mooie samenwerking. We hebben via de Stichting Natuurhuis dit jaar 13 projecten voor NL Doet kunnen aanvragen. Die vinden dus vandaag en gisteren zijn er ook al wat geweest. Er zijn broedkorven geplaatst voor eenden in diverse wateren rondom Almelo. Het is een paasvuur is er opgebouwd door de jeugd. Er is een heg aangeplant, dat zien jullie hier achter ook, van Portugese laurier bij de molen. Een beetje een windvanger, zeg maar. En RVP's, er wordt een haag aangeplant, ook om de bijen te beschermen tegen de wind. Er is een stadsmoestuin voorjaars klaargemaakt met mest van de... Waar is dat gebeurd? Dat is in het Hagenpark gebeurd, bij de Stichting Natuurhuis. En dat mest is afkomstig van de kinderboerderij, dus dat is ook weer een mooie samenwerking. En hun hadden een mestoverschot en Natuurhuis kon het goed gebruiken voor de moestuin. Dus een hele mooie verbinding ontstaan, zeg maar. U bent een gelukkig mens, geloof ik, hè? Ik ben erg gelukkig. Ik vind het echt mooi om hier even rond te kijken van wat er allemaal gaande is. En alle vrijwilligers zo enthousiast te zien. En er zijn zoveel mensen op de been, kinderen. En hier wordt ook gebruik van gemaakt van de hulp van asielzoekers. Dus dat is helemaal geweldig dat dat zo kan. En mensen zijn ook zeer enthousiast. En we hopen ook dat dat elk jaar meer wordt, zeg maar. Dus we kunnen iedereen eigenlijk goed gebruiken op dit soort dagen. Met grote dank aan het Oranje Fonds, want die zorgt voor een subsidie. En de meeste projecten krijgen een ondersteuning van ongeveer 300 tot 350 euro. Dus daar kun je ook een kop koffie voor drinken. En dan kun je groen voor aanschaffen of wat je ook wilt. En is dat natuurlijk geweldig. Mooie stimulans om iets te gaan doen in Almelo.